Al dagen zit Zomere Heide in de rook van de brand in die enorme Bandenberg. En dat had niet gehoeven, zegt Jan Knecht van Vastechnologie. Als u nou gisteren daar had kunnen beginnen, hadden bewoners in, in Zomere dat dan vandaag al gemerkt? Absoluut, dan hadden ze vandaag al kunnen zien dat er resultaten zijn behaald met onze vloeistof. Ja. Dan was er minder rook al in het dorp geweest. En de brand zou ook sneller uitgaan. Want F500 in het bluswater zorgt voor extreme koeling. Daardoor kun je een brand sneller blussen. Hij kapselt eigenlijk in feite het product in wat brandt. En daardoor heb je namelijk het temperatuurverschil wat enorm afneemt. Dag bood Technologie hulp aan bij het blussen van de brand. De gemeente Zomeren vroeg of ze daarvoor naar Brabant wilde komen. Nou, we hebben in overleg met, 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 met de bevelvoerder en de hoofdofficier van dienst hebben we met elkaar uh, de situatie bekeken en daarop uh, zijn wij uh, gaan testen. Op dit filmpje is te zien dat op een klein stukje van de brand in zo'n zomer F500 met water wordt gespoten. De vlammen doven direct en er ook water we ga nog een test doen en dat heb ik op een andere plek gedaan met een verder hetzelfde effect. Ja. Knecht werd gevraagd snel een offerte te maken zodat ze snel konden beginnen. Toen heb ik expliciet gevraagd van, dus jullie zijn tevreden over onze test? Nou en dat was dus het geval, want anders hadden ik geen offerte hoeven uit te brengen. Maar de gemeente zegt nu op haar website dat de aanpak met F500 niet geschikt is voor de zomerse brand. Knecht denkt dat ze het te duur vonden. Een gemiste kans. Maar wij hebben een middel wat uh, nu in feite daadkrachtig uh, geweest was, en waar uh, veel omwonenden uh, een stuk uh, prettiger bij hadden gevoeld.